En welkom bij het tweede deel van deze avond, waarin we het gaan hebben over hoe we nog beter met elkaar kunnen samenleven in 2050. En dat doen we wederom met twee wetenschappers, een tafel vol bestuurders en mensen uit het maatschappelijk middenveld. En de eerste wetenschapper staat al voor ons klaar, dus laten we daarmee beginnen. Hij is namens Rijkswaterstaat lector ecologie IJsselmeergebied bij Eres Hogeschool. Hij schreef zijn essay over de waarde van de Flevolandse natuur. Geef hem een hartelijk welkom, Marcel van den Berg. Ja, dankjewel. Mijn pleidooi gaat over waternatuur, maar ook over waternatuur. Er zijn misschien verschillende begrippen. Waternatuur, mijn liefde voor waternatuur is al op hele jonge leeftijd begonnen. Vroeger, toen ik een jaar of 10 was, ging bij ons thuis vroeger om 4 uur 's nachts al de wekker. Mijn vader had een hele werkweek vol en toch ging hij 4 uur 's nachts op pad. Waarom? Wij gingen sportvissen. We hadden een bootje in het Biesbos. En voordat we gingen vissen, eerst nog naar de bakker. En die had net vers brood gebakken. Want met dat verse brood zouden wij die grote karpers en braasemvel vangen. Nou, als klein jochie vond ik dat natuurlijk prachtig. En het deerde niet dat je soms uren zat zonder dat je wat je beet had. Maar uiteindelijk is zo wel mijn liefde en nieuwsgierigheid voor wat er onder water leeft, groeit en bloeit, wel begonnen. En ik ben eigenlijk wel benieuwd hoe dat bij jullie is. Wie heeft de afgelopen zomer wel eens onder water gekeken in de wateren rondom Flevoland? Zijn er toch meer dan ik had verwacht. Maar toch zie ik ook nog wel een opgave, want onder water is er zoveel te beleven. Er is zoveel moois. Er zijn sponsen. Wie weet kom je een grote snoek tegen. Er zijn heel veel waterplanten waar allerlei kleine waterdieren op zitten en tussen zitten. De vraag van, en jullie zijn ook geluksvogels, want jullie leven eigenlijk in een gouden rand. Hè? Want dat water rondom Flevoland is allemaal natuurgebied. Dat is heel waardevol. Er zijn meer dan 50 soorten vogels, maar ook planten, leefgebieden, zoogdieren beschermd in je water rondom Flevoland. Heel veel mensen weten dat niet. Die zien water gewoon als een soort van lege ruimte. Is niet zo. Dat is echt heel waardevol. Die waarde is er, maar die staat ook onder druk. We willen als, en dat, zeker als je nu naar de toekomst gaat kijken, is het heel belangrijk welke keuzes we gaan maken. We staan gesteld voor klimaatverandering. We hebben zoetwatertekorten. De droge zomers hebben laten zien dat dat echt heel noodzakelijk is dat we voldoende zoet water hebben voor de irrigatie, maar ook voor drinkwater. Dat is soms strijdig met de natuurbelangen die we daar hebben. Want vissen willen soms ook wel eens van zoet naar zout zwemmen, bijvoorbeeld. We hebben ook klimaatverandering. Dus de zeespiegelstijging staat voor de deur. We weten dat het gekomen, we weten niet hoe erg het is, maar dat het gekomen, dat is vrijwel zeker. Als je nou al die uitdagingen die we hebben op het gebied van water en waternatuur bij elkaar stapelt, dan zie ik een hele belangrijke oplossingsrichting. De oplossingsrichting is voor mij dat er heel veel ruimte, meer ruimte moet komen voor water. Dat is goed voor de natuur, is goed voor het zoetwaterbeschikbaarheid, maar ook voor waterberging als het bijvoorbeeld nodig is, als er bijvoorbeeld hoogwater is. Dat is één deel van het betoog. En nou besef ik ook dat waternatuur, dat heel veel mensen daar niet zo heel veel om geven. Omdat het iets is wat heel veel mensen gewoon niet kennen. En als je het niet kent, dan kun je het ook niet waarderen. En daar zit voor mij wel een volgende uitdaging. Van hoe kun je nou ervoor zorgen dat meer mensen straks hun vinger opsteken en kunnen genieten van wat er onder water leeft, groeit en bloeit. Ik heb er zelf ook al ideeën over. Ik vind het wel heel lastig, want ik heb toen ik onze zoon nog een jaar of 4 was, zat hij op school. Ik heb toen een les gegeven over de biologie. Ik dacht van, dat is de toekomst. Die leerlingen in zo'n klas, die zijn allemaal heel erg nieuwsgierig naar van wat er in het leven, wat er allemaal in het water leeft. En dat is ontzettend leuk om te zien. Ze zijn niet bang, ze pakken alles op, ze ruiken eraan, ze steken bijspreken in de mond. Maar dat was heel erg leuk te zien. Ik heb dat ook nog een paar jaar later gedaan. En dan zie je dat enthousiasme al een beetje afnemen. Dat vond ik wel jammer. ik dacht van, daar kan ik toch wat mee doen. En toen las ik ook nog een artikel. Dat ging over Engelse onderzoekers. En in de eerste instantie dacht van, die jeugd die heeft de toekomst. Maar die Engelse onderzoekers hadden aan schoolkinderen gevraagd in Engeland. Hoe goed hun kennis was van dieren en om hun heen. Dus er was een poes en een merel en nog wat soorten. Maar ze hadden er ook plaatjes van dieren bij gedaan die op de Pokémon-kaarten stonden.
Nou, mogen jullie raden welke diersoort konden die schoolkinderen het best herkennen? Ja, de Pokémon-kaartdieren. En toen dacht ik wel van ja, als ze dus niet kinderen in aanraking laten komen met de dieren die om hen heen leven, dan zullen ze die ook nooit leren kennen en zullen ze die ook nooit waarderen. Dus daar zit volgens mij ook nog een hele belangrijke sleutel om ervoor te zorgen dat we in 2050 ook mensen hebben die gewoon en masse van een omgeving, van de hele omgeving, maar specifiek ook voor het water. Een groot deel van onze provincie is toch water. Daarvan te kunnen genieten. En daar wil ik het bij laten. Ik heb nog 25 seconden over. Wel. Dankjewel Marcel en welkom hier aan tafel. Onze tweede wetenschapper staat alweer klaar. Hij houdt zich als senior onderzoeker bij bos- en natuurbeleid, moet ik zeggen, bij Wageningen Universiteit bezig met de rol van burgers in het beschermen van de natuur. En daar schreef hij ook een essay over. Hoe kun je nou de hele samenleving betrekken bij het werken aan de toekomst? Geef hem een hartelijk welkom, Arjen Buijs. Ja, dank u wel. Ik had ook graag willen beginnen met een anekdote dat toen ik 4 was, dat ik mijn eigen burgerinitiatief ben gestart. Dat kan ik helaas niet zeggen. Ik kan wel zeggen, toen mijn zoon 5 was, heb ik een burgerinitiatief op zijn school gestart om het schoolplein te vergroenen. We hadden geen water, dus we hebben niks kunnen doen aan waternatuur, maar de bedoeling was inderdaad wel om de jeugd de natuur bij te brengen. En ook aansluitend bij het vorige verhaal, ik was onder andere geschokt over de verhalen van zijn vriendjes die echt een merel niet van een koolmees konden onderscheiden. Ja, dus wat dat betreft is het inderdaad heel belangrijk om die mens en een kind met de natuur te verbinden. Burgerinitiatieven zijn daar een heel mooi voorbeeld van. En ook in Flevoland zijn er heel veel mooie burgerinitiatieven. Een aantal jaar geleden hebben we ook onderzoek gedaan in Flevoland, onder andere Eemvallei Zuid, waar door de provincie ook de mogelijkheid was geschapen om voor burgerinitiatief, onder andere samen met Staatsbosbeheer, om iets te doen met voedselbossen en met de speelwildernis. En er zijn dus heel veel mooie initiatieven die daar ontstaan zijn, maar dat soort initiatieven hebben ook veel uitdagingen. En daar wil ik mijn essay en mijn verhaal nu iets over vertellen. En want die burgerinitiatieven die beginnen vanuit een kracht. En ze beginnen onder andere vanuit een integrale visie. Dat is een hele grote kracht van dat soort initiatieven. Als je kijkt in mijn veld, dat gaat om groene initiatieven, dan zie je ze richten zich heel vaak op biodiversiteit of op natuureducatie. Maar ze richten zich ook op sociale cohesie. Het onderwerp wat we voor de pauze hebben gehad, op gezondheid. Op een hele hoop andere dingen die meeliften met natuur. En dat is een van de krachten van burgerinitiatieven. Een andere kracht is een innovatiekracht. Ze kunnen vernieuwen, ze leveren nieuwe ideeën. Als je door Flevoland rijdt, als je er woont, ik woon er zelf niet, Flevoland is bekend vanwege zijn windmolens. De eerste windmolens kwamen vanuit burgerinitiatieven. 30, 40 jaar geleden, een aantal boeren, een aantal enthousiaste techneuten gingen windmolens plaatsen. Burgerinitiatief, Natuurmonumenten is begonnen als burgerinitiatief. Dus er komt heel veel energie vanuit die burgerinitiatieven. Maar er zit natuurlijk wel een grote uitdaging. En die wil ik graag linken ook aan Flevoland 2050 en al die ideeën van de toekomstdenkers die daar gevraagd zijn. Er zitten schitterende ideeën tussen, maar ook heel veel wensdenken. Er is de wens om in flats te wonen met gelijkgestemden. Ja, ik weet niet of ik daar zelf heel gelukkig van zou worden, maar het is in ieder geval een wens die er is. Er is een wens voor duurzaam vervoer, zodat je lekker kan blijven reizen, maar toch duurzaam. Maar dat wensdenken moet omgezet worden in de werkelijkheid. En ik denk dat daar de grote uitdaging ligt voor tussen nu en 2050. Hoe kan onder andere de provincie Flevoland nou daadwerkelijk bijdragen aan dit soort ideeën? Hoe kunnen die ideeën werkelijkheid worden? En dan kom je er niet met alleen de energie en het enthousiasme en de gedrevenheid en de kennis van die burgerinitiatieven. Er moet een provincie of een gemeente, die moet daar ook de mogelijkheid voor scheppen. Die moet het proces faciliteren. Die moeten hulpbronnen, zoals wij dat noemen, moeten ze geven. Dus moet geld beschikbaar zijn. Er moet ruimte beschikbaar zijn. Als een burgerinitiatief waternatuur zou willen ontwikkelen, dan moet een overheid bereid zijn om daar de ruimte voor beschikbaar te stellen.
En in de regelgeving moet natuurlijk meer ruimte zijn voor dat soort initiatieven. Wat ook heel belangrijk is, is dat burgerinitiatieven op een makkelijke manier binnenkomen bij de overheid. Die integrale blik van een burgerinitiatief, die mist soms bij een overheid. Dat maakt het voor burgerinitiatieven lastig. Het biedt ook een kans voor de overheid om via die burgerinitiatieven ook binnen hun organisatie bezig te gaan met dat soort met dat integrale denken. Maar die stap voor overheden om daadwerkelijk te faciliteren en daadwerkelijk ook de burgerinitiatief mogelijk te maken en daarmee ook de inspraak van burgers te verbeteren, dat is nog een hele lastige stap. En er zijn er heel veel ideeën over. Onder andere, en daar hebben jullie waarschijnlijk wel van gehoord, met burgerfora, de G500 of de G1000. Maar ook daarvoor zijn al heel veel adviezen gegeven van, het zijn mooie ideeën, maar om ze werkelijkheid te maken moeten er een aantal randvoorwaarden zijn vervuld. Bijvoorbeeld, het moet heel duidelijk zijn waarover mensen mee mogen praten. Ook in Flevoland 2050, meepraten, dat kan. Maar waar ligt de beslissing? Worden de ideeën die geformuleerd worden, worden die ook werkelijkheid? Voordat zo'n proces begint, is het heel belangrijk om daar ook duidelijk over te zijn. En je kan heel veel wensen benoemen, maar op het moment dat niet duidelijk is of de overheid dat ook toestaat en de ruimte laat, wordt het heel erg lastig. En zijn er allerlei voorwaarden die eigenlijk vanuit een provincie, vanuit een gemeente vervuld moeten worden, voordat burgers daadwerkelijk inspraak krijgen. Dus het gaat niet alleen om het vragen, het gaat ook om het daadwerkelijk mogelijk maken en die macht durven afstaan. Dank u wel. Dankjewel Arjen. En we gaan hier aan tafel deze twee verschillende visies die wel op elkaar aansluiten over samenleven bespreken. En wederom met dezelfde vragen van welke toekomst om naar te verlangen delen we eigenlijk. Daar gaan we het eerst over hebben. En vervolgens, hoe gaan we daar dan komen? Hoe gaan we dat dan echt durven doen? Aan tafel zijn weer allemaal nieuwe mensen aangeschoven. Hier links van mij is Kobi Dekker van den Berg. En jij bent initiatiefnemer van Zorg Erf Dronten. En dat is een initiatief voor ouderenhuisvesting. Om een sociaal-maatschappelijk initiatief, moet ik zeggen, om waardig oud te worden. En jij hebt ook tientallen jaren ervaring in allerlei besturen. Dus dat nemen we mooi mee aan deze tafel. Welkom. Jou sla ik even over. En dan het vers van mij weg zit de wethouder uit Zeewolde. En dan moet ik heel even spieken. Erik van der Belt. Jij sprak me meteen al aan van, ken jij die burgemeester uit Zeewolde van toen jij daar woonde? En jij woont dus al ook een hele tijd in Zeewolde. En jij kent het sociaal domein met name goed. Welkom. En dan schuif ik naar helemaal rechts, ver weg van mij, Gepke van Gaal, gedeputeerde van de provincie Flevoland. Nog niet heel erg lang in functie, maar heel fijn om het provinciaal perspectief ook aan tafel te hebben. Welkom. En hier het dichtst bij mij, moet ik even weer spieken, Angela Hukrieke, fractievoorzitter van de VVD, ook in Zeewolde. Nou, wat gezellig dat ik twee Zeewoldenaren aan tafel heb. Jullie kennen elkaar uiteraard goed. We hebben het al gehad over het thema samenleven. En ook daar is, net als bij democratie, gaat het over heel veel domeinen. En we hebben het gehad over de insteek natuur, maar we kunnen het hier aan tafel natuurlijk ook net zo goed hebben van hoe leven we nou beter samen. En Arjen noemde het al op het gebied van sociale cohesie, noemde jij gezondheid. Hoe starten we burgerinitiatieven? Dus hoe gaan we beter met elkaar samenleven in 2050? En misschien moeten we het even hebben over dat idee van burgerinitiatieven. Want dat is wel een centraal thema, denk ik. Dus hoe zorg je dat je als meer verantwoordelijkheid neemt als burger. En
Ik kijk even aan. Ik kijk altijd naar de mensen die het hardst knikken. Dus ja, jij bent de klos, Erik. Herken je dat? Arjan had het net al over van de initiatieven moeten... De plannen moeten ook uitgevoerd gaan worden. Ik kan wel zeggen dat we in Zeewolde 2 jaar geleden de initiatief hebben opgehaald van wat kunnen we nog doen aan recreatie enzovoort. En er zijn 20-tal plannen uitgekomen. Daar zijn fondsen bij bedacht. En die worden langzaamaan ook uitgevoerd. Maar hoe heb je die opgehaald? Ook met precies dat idee van burgerinitiatieven? Ja, burgers gevraagd wat zouden we kunnen verbeteren. En er kwamen allemaal mooie looppaden langs het Wolderwijd die weer in ere hersteld zouden worden. Maar ook kano-routes. En daar zijn wel de voorwaarden dat als je met initiatief komt, ook meewerkt aan een soort wederkerigheid. Dus het onderhoud gaat regelen of wat dan ook. Waardoor je echt een gedragen plannen gaat krijgen. Niet een ideetje van voer jij het maar even uit. Maar we gaan het zelf adopteren. En dat kan nu ook met de windmolens, wat net ook al gezegd werd. Daar hebben we ook een gebiedsgebonden bijdrage. Daar worden ook de inwoners op uitgedaagd om met ideeën te komen. Om het geld aan te wenden die daar in de fonds zit. Maar ook dat je de helft zelf bij gaat dragen in uren of in andere fondsen. Dus dan krijg je echt iets op gang. Ja. En daar gaan we mensen in helpen om dat te realiseren. Ja. Zijn er mensen in de zaal die toevallig bij zo'n burgerinitiatief betrokken waren in Zeewolde of mag ook in een andere stad? Zijn er mensen die een burgerinitiatief hebben ingediend hier? Zie ik? Nee? Oké. Okay. Ja? Ja? Mag het ook bij mij? Ja, natuurlijk. Ja. Ja, een van de burgerinitiatieven, want behalve dan zeg maar het initiatief voor het Zorgerf Dronten, ben ik ook al langer betrokken bij een bepaald klein bosje wat vlakbij ons boerderij ook staat. Mm-hmm. Dat is het Torenbosje. En toevallig vanochtend hadden we een hele leuke... Ja, het Torenbosje is 7 hectare groot. Is op eigendom van Staatsbosbeheer. Waar ligt het trouwens? Halverwege tussen Dronten en Elburg. Mm-hmm. Het is opgeknapt. Er is een plan ingediend door de omwonenden op het dus, educatief, recreatief te ontwikkelen. En we zijn nu al bijna 10 jaar bezig daarmee. En het is best ook wel lastig om de mensen enthousiast te houden. Maar vanochtend waren we dus met de Bijenclub aan de gang daar. En wat is het leuke daarvan? De mensen van de Bijenclub, die geef je daar ook een rol in dat bijenbosje. Je zegt, waar kunnen we nou iets echt doen voor de bijen? En als tegenprestatie komen ze ook een ochtendje bramen steken. En het gaat ook om dat stukje wederkerigheid dan. Als je dus zo'n initiatief hebt, er moet een beetje een win-win situatie zijn voor beide. Dan krijg je mensen ook warm, dan krijgen ze een eigenaarschap. Je geeft ze vertrouwen en dan kun je zo'n initiatief ook verder helpen. En je zegt win-win voor zowel burgers als overheid. Nou ja, voor de omgeving dat er een veilig bosje is ontstaan. Maar ook voor de bijenhouders die ook het idee hebben van... Hey, we hebben niet alleen onze bijenkasten thuis hebben we staan... maar we doen ook iets in het openbaar groen. Nou ja, dan gaan we andere faciliteiten maken die ook goed zijn voor bijen. Ja, nu ben ik wel benieuwd hoe jij daar tegenaan kijkt, Angela. Heb jij ook ervaring met burgerinitiatieven? Niet persoonlijk, maar ik herken natuurlijk wel wat Erik zegt. Omdat we in Zeewolde wel wat van dat soort initiatieven hebben. En we hebben onder andere ook de motiemarkt gehad. Waarbij eigenlijk, ik geloof wel 8 of 10 verschillende initiatieven gepresenteerd werden aan de raad. Met daarbij wel kaders met hoeveel er te besteden is. En de bedoeling is en dat het ook inderdaad zelf gedragen moet worden. En het mooie daarvan was is dat eigenlijk het idee wat iedereen het meeste aansprak was een pumptrackbaan. Nou, dat is dus ondertiteling. Ja, een pumptrackbaan is een soort... vroeger had je gewoon zo'n crossterreintje voor van die jongens op van die BMX-fietsjes. Die is dan helemaal keurig geasfalteerd, En daar kunnen ze dan op met stepjes, met een skateboard, met skates, met inderdaad nog steeds de BMX'jes. En er staat dus blijkbaar ook zo'n ding in Harderwijk. En de jongeren in Zeewolde zijn er helemaal enthousiast van. Het is ook echt, ik kan het iedereen aanraden om het even online op te zoeken op YouTube. Het is gewoon ook echt heel leuk en inspirerend om te zien. Dat is tot stand gekomen met een burgerinitiatief. Ja, want dat zat natuurlijk helemaal niet in het budget van die motiemarktavond. Want zo'n pumptrackbaan kost nogal wat.
En uiteindelijk is eigenlijk de hele raad daar zo enthousiast over dat we hebben gezegd van, nou prima, hè, kom met een voorstel voor die baan. Zorg zelf voor minstens de helft van de fondsenwerving ervoor. En dan kunnen we kijken wat we ermee kunnen doen, waar we kunnen plaatsen, et cetera. En we zijn inmiddels, nou ik geloof denk ik wel 3 jaar verder, kijk Erik even aan, 3 jaar verder bijna. En het is natuurlijk lastig, zeker ook in de coronaperiode, om daar fondsen voor te werven. Dus, maar ze zijn wel nog steeds mee bezig en enthousiast. Want op Koningsdag, ergens in de buurt van Koningsdag, komen ze een demonstratie geven op ons Raadhuisplein. Kijk. Om dus ook weer gelden daarvoor op te halen. Dus dat vind ik heel mooi aan die kant. Ja. De andere kant maak ik me wel zorgen. En dan deel ik wel, denk ik, de zorgen dat... Dat is 5 jaar leuk, misschien 10 jaar leuk, maar ook over 10 jaar, 15 jaar, en dan zitten we zelfs nog niet eens in 2050, is het wel de bedoeling dat er nog mensen daarvoor enthousiast zijn en het nog steeds dragen en het nog steeds onderhouden en het nog steeds doen. Ja. Want anders zitten wij als gemeente, maar ook als hele gemeenschap, ja, met een of andere sneuwe, niet onderhouden, verloedende pumptrekbaan, die natuurlijk wel nog steeds geld kost. Ja, dus ik hoor jullie alle 3, of eigenlijk 4, heel enthousiast over burgerinitiatieven. En het gebeurt ook al, dus je zou zeggen, waar hebben we het nog over? We doen het al goed. Maar het kan dus nog meer, op meer plekken in Flevoland. Dit soort burgerinitiatieven. En het moet, wat moet er dan gebeuren om het ook mensen lange termijn enthousiast te krijgen? Nou, ik denk dat het gewoon heel belangrijk is dat je het heel lokaal houdt en klein. Mensen zijn altijd heel erg geneigd om dingen heel erg op te blazen, want hoe meer bezoekers, hoe beter enzovoort. Maar dan raakt men ook vaak juist de binding kwijt met het initiatief. Het is juist leuk om het, nou, het klinkt niet zo leuk om het kneuterig te houden, maar gewoon in de wijk, dat je elkaar erop kan aanspreken. Ik denk dat dat gewoon een heel belangrijk is. Alleen, men wil heel graag weten van hoeveel bezoekers heeft het nou opgeleverd. Ik bedoel, we hebben voor het Torenbosje dus ook een heel mooi plan ingediend voor het Lieder enzovoort. Ja, we legden het af tegen de dorpskernen in de Noordoostpolder, want die hadden vele malen meer bezoekers als dat wij voor een klein bosje hadden halverwege in het landelijk gebied. Ja. En ik denk dat dat gewoon iets is dat je heel goed moet kijken van, ja, waar doe je wat? Maar met name welke criteria stel je als overheid daaraan om het ten eerste te realiseren, maar daarna ook te continueren. Zijn er überhaupt criteria voor burgerinitiatieven bij de provincie bekend, Gepke? Nou, ik denk, wat ik hier aan toe wil voegen, vooral, is dat wij heel erg bezig zijn met oplossingen. Ja. Volgens mij is dat het probleem niet. Volgens mij hebben we zatte oplossingen. Maar de vraag is, welk probleem zijn we nou eigenlijk aan het adresseren? En als je vraagt, zijn er criteria? Nou, niet zozeer dat je moet daar en daar en daaraan voldoen. Maar volgens mij is de vraag, achter de vraag van waarom willen mensen participeren? Mm-hmm. En er zijn misschien ook nog legio argumenten voor te bedenken. He, de een doet het uit frustratie omdat hij of zij niet gehoord wordt. De ander heeft heel veel tijd en energie en superveel ideeën en daar wordt weinig mee gedaan. Weer een ander wil uit de eenzaamheid komen. En volgens mij moeten we veel meer kijken, ook met de achterliggende vraag, voordat we allemaal met... ik maak me een beetje scherp hier, maar voordat we met allemaal ideeën komen rondom participatie. Want dat is leuk, maar dan terecht, denk ik, de opmerking wat mijn buurvrouw zegt. Dan over 15 jaar heb je misschien een verloederde track voor de fietsjes en de skateboards. En als ik zo kijk, hè, 2050, de kinderen die nu geboren worden, en die zijn al 27. Mm-hmm. Volgens mij moeten we ook de vraag durven stellen, wat hebben zij nodig om in die tijd te overleven, te leven, dingen op te bouwen, weerbaar te zijn. Dat is een hele andere vraag volgens mij dan die we nu, de jongeren die hier aan tafel zitten, ook van hen vragen. Hè, want ik denk dat de vraag die in 2050 voorligt, ik ben geen helderziende en ook geen waarzegger, maar is heel anders dan dat we nu hebben. Dus als je kijkt, hè, een mooi voorbeeld wat ik vaak aanhaal is een... Welke vraag is dat dan? Welke vraag? Ja, we kijken... Nou, sorry, jij zei... Nou, bijvoorbeeld de hele klimaatadaptatie, overstroming. Daar zullen we gewoon rekening mee moeten houden. Dat vraagt iets heel anders van een manier van leven dan dat we op dit moment doen.
Nou noem ik een voorbeeld en misschien is het heel iets anders. Maar ik denk dat wij de vraag moeten durven stellen. Wat hebben de kinderen van 2050, die dan 27 zijn, nodig om die samenleving weer verder te brengen? Nou, laten we het gaan vragen aan de, nou ja, de jongste mensen in deze zaal, de toekomst. Hebben jullie daar ideeën over? Ik zet jullie wel voor blok meteen, maar jullie hebben je voorbereid, hè? Ja. Ik denk, wat u bijvoorbeeld zegt over klimaatbewuster leven, is dat dat ook toegankelijker gemaakt moet worden voor iedereen. Als je bijvoorbeeld kijkt, in heel veel gemeentes zijn er kinderen die bijvoorbeeld geen eten mee hebben naar school. Hoe ga je mensen die zo leven eigenlijk ook daarmee in meetrekken? Dat je het eigenlijk de toekomst invult voor iedereen. Ja, dus hoe zorg je dat je... Hebben jullie aanvullingen misschien? Ik zie jullie nog even twijfelen of je iets wil zeggen. Nou, mijn vraag is eigenlijk, we zien dat dit probleem of dit ook in andere landen speelt. Bijvoorbeeld in België, Duitsland of eigenlijk in heel Europa, zelfs daarbuiten. Mijn vraag is, hebben jullie ook gekeken hoe het daar gaat? Hebben jullie daar ook onderzoek naar gedaan? Mag ik één mooi voorbeeld aanhalen? Ja, graag. Nou, ik heb geen onderzoek ernaar gedaan, maar wat mij altijd bijblijft is dat in andere landen, als je kijkt naar de fysieke leefomgeving van kinderen, die is daar veel minder in. Als je kijkt naar Parijs of naar Spanje, dan is het veel minder in hokjes en in baantjes en in paden. En het uitgangspunt daarachter is ook dat we een bepaalde creativiteit van de toekomstige jeugd vragen, waarin je dus in een ruimte ook op een andere manier invulling kan geven aan wat er op dat moment dan de trend is of hip is. En op het moment dat wij allemaal voetbalvelden aanleggen met lijntjes en scheidsrechters en doelen, dan blokkeert dat een bepaalde creativiteit. En ik zie dat er mensen waarschijnlijk helemaal niet mee eens zijn, maar ik denk dat dat zijn vraagstukken van hoe kun je nou een bepaalde creatieve mindset ontwikkelen bij de kinderen die nu opgroeien, die nodig is om in 2050 de inclusieve samenleving, weerbare samenleving, vorm te kunnen geven. Ja. Arjen, jij wilde daarop reageren? Ja, ik wilde wel graag op reageren, omdat ik wel een heel mooi voorbeeld weet uit Denemarken. Want wat me wel opvalt, de afgelopen 10 minuten zijn wij eigenlijk hier toch aan het vragen gegaan. Ja. Wij vragen aan jongeren om iets te doen. Wij vragen aan burgers om iets te doen. Ik heb het zelf geïnitieerd met het burgerinitiatief. Maar mijn punt is eigenlijk ook, wat biedt de overheid? En als ik dan kijk in Denemarken, hoe ze het daar georganiseerd hebben, ook in het sociale domein, daar hebben ze in de steden, hebben ze eigenlijk wat wij 30 jaar geleden ook hadden, hebben ze in elke buurt hebben ze welzijnsorganisatie die gewoon een speeltuin runnen met 3 betaalde krachten die alle jongeren kennen, van de probleemjongeren tot de gelukkige jongeren die daar helemaal geen enkel probleem veroorzaken. En je ziet dat daar zoveel energie uitkomt, ook van burgerinitiatieven die daar ook naartoe gaan en dan ook hun ding kunnen doen. Maar ook de jongeren die niet bereikt worden, die worden daar wel bereikt met een plandag, met het gratis voedsel mogen halen. Dus daar is de overheid eigenlijk veel actiever om die mogelijkheden ook aan te bieden. Dus de Deense overheid vraagt niet alleen, die biedt ook heel veel. Waarmee het ook een stuk makkelijker wordt, ook voor kwetsbaardere jongeren of kwetsbaardere groepen, om daadwerkelijk te participeren. En ik vind dat zelf een heel mooi voorbeeld. Zou jij daar enthousiast van worden, Marcel, als van zo'n Deense overheid? Zou de natuur daar beter van worden? Ik vind het moeilijk te beantwoorden. Ik ben heel erg voor burgerinitiatieven en de methodiek. Ik denk dat dat heel, heel nuttig is. En ik denk ook dat het heel belangrijk is dat de overheid meedenkt. Want ik ken zelf ook burgerinitiatieven. Ik denk van ja, dat is iets wat heel erg vanuit de burger komt. En dat is dan heel erg goed. Maar ja, dat hoeft niet bijvoorbeeld voor de natuur niet altijd even goed te zijn. Hè. Dat geldt voor bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens. Maar ook, ik woon aan Harderwijk. Dat ligt ook wel aan de Randmeer. Dezelfde gouden rand van Flevoland. maar daar willen bijvoorbeeld burgers een jachthaventje maken of een jachthaventje realiseren. Ja, en dat is dan wel gelijk tegenstrijdig weer met die natuurwetgeving. En ik vind dat is wel als overheid, heb je dan weer moeilijk iets te bieden. Ik vind dat nog een hele uitdaging. Om alleen maar te zeggen van ja, dat kan niet omdat het niet mag, is ook heel moeilijk. Dus ik zie dat toch nog wel echt als een enorme uitdaging. Ja,
Hebben we nu dan... We hebben er inderdaad gepraat over... Ik ben begonnen bij die burgerinitiatieven. Want ik dacht, nou, dat is lekker een goede oplossing. Laten we die gewoon meer realiseren. Nou, Gepke die fluit mij meteen even terug. Die zegt, ja, we moeten het eigenlijk even hebben. Waarvoor zijn die burgerinitiatieven dan een oplossing? Want wat voor... Hoe willen we met elkaar de samenleving in 2050? Wat voor vragen zijn dan belangrijk? Dus ik weet het even niet meer. Nou, volgens mij is het heel belangrijk in 2050 dat wij als samenleving weer krachtiger worden. Want sociaal domein zit in mijn portefeuille. We hebben straks gewoon de zorghandjes niet meer. Laat staan het geld. Dus we moeten naar elkaar omzien. We moeten met elkaar weer verbinding gaan zoeken. Ja. En dat doe je niet thuis achter de bank met Pokémon vangen. Nee. Dus dat moeten we toch mensen weer naar buiten verleiden en elkaar laten ontmoeten. En waar je woont moet uitdagen om te gaan sporten, te gaan fietsen, ja, te gaan vissen, te gaan snorkelen. Ja. 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 En hoe krijgen we die verbinding dan meer tot stand? Dit is ook al met huizen bouwen, dat het dus aantrekkelijk is om lekker buiten te zijn. Dat is al. En dat is wat Marcel ook in zijn pitch suggereerde. Ja. Ja, is dat een taak van de Den Haag, van de provincie, van de gemeente of gewoon van de inwoners? Nou, het stukje inrichten is natuurlijk wel de gemeente die aan zet is. Ja. Ja. Maar die samenleving kunnen wij als gemeente niet maken. Dat moeten we echt met de samenleving doen. En ik ben niet zo bang over 15 jaar of zijn puntprikbaan gegarandeerd nog doordraait. Want dat denken we ook niet over een voetbalveld waar we een nieuwe grasmat neerleggen. Dat denken we ook van, dat bestaat ook al 40 jaar. Dus ja, dan, ik heb er vertrouwen in vrijwilligersorganisaties. Dus dat zie ik wel zitten. Ja, mag ik vragen... Ja, of er ook beelden zijn bij de overheid, hoe die anders zou kunnen gaan acteren. Want we hebben het nu heel erg vanuit... de overheid vraagt wel aan de burger en er komen burgerinitiatieven en hoe... Alsof die zomaar vanzelf komen. Nou, dat niet alleen, maar hoe acteert een overheid nu en hoe zou ze dan in 2050 willen acteren? Wat ik zelf gewoon merk met initiatieven die er zijn... dat ik denk van, ja, voor mij is het hartstikke belangrijk. Maar die overheid die denkt van, stapel is nog zo groot... en werkdruk en weet ik veel wat. En die prioritering, zou daar bijvoorbeeld iets aan gedaan kunnen worden? Ik ben een beetje op zoek van, hoe zien we nou die rol van die overheid... richting 2050, want voor 2050 dan ben ik er niet meer. Maar hoe zien we die verandering nou voor ons? Nou, laten we dat weer eventjes in de zaal leggen. Jullie jullie hebben nu gehoord wat er is gezegd. En de grote vraag is, hoe kunnen we in 2050 beter samenleven met elkaar? 3, 2, 1, gooi je maar! Woehoe! Yay! Dat schijnt. Nee, niet? Als ze maar hier terechtkomen, dank jullie wel. Ik vond ook, sommige mensen zijn heel visueel ingesteld. En die zag ik al, was ik helemaal geïntrigeerd. Die hebben gewoon iets getekend in plaats van het in woorden. Dat is wel... Je zou kunnen zeggen, dat is een heel laagdrempelige manier om te communiceren. Maar ik vind het ook wel weer ingewikkeld. Dus daar kom ik zo op terug. Ik zie hier wederzijdse verwachtingen. Ook een mooie. En loslaten leidt tot welbevinden. Wow, ik vind het allemaal interessant. Ik kan niet kiezen, jongens. Deze of loslaten leidt tot welbevinden? Deze, hè? Ik wou net zeggen loslaten. Sorry. Ja, ik was ook eigenlijk zelf meer geïnteresseerd, dus ik zocht medestanders. Jullie, ik kijk naar jullie, hè. Wie zou daar wat over willen toelichten? Want hoe draagt dit nou bij aan een betere samenleven in 2050? Zou je willen staan of is... Hoeft dat niet voor deze keer? Ja, toch? Ja, ik ben Mirjam en ik werk bij Kunstlink Flevoland. Aha. Verbind en versterkt kunstmakend Flevoland.
Wij werken vaak met niet dingen opschrijven, maar tekenen. En dat zijn twee ringen. Het staat voor verbinding. En wij denken dat wij beter kunnen gaan samenleven, wij met z'n vieren, als de overheid zich meer verbindt met de burgers. En als de burgers zich onderling ook meer gaan verbinden. Maar wel een verbinding vanuit passie. En ook een verbinding die langdurig is. En ik denk omdat we zoveel problemen, vraagstukken op gaan lossen, op moeten lossen met elkaar in de komende jaren, dat het ook goed is om die verbinding die door religie en allerlei andere verbanden die er vroeger waren, die zijn nu weggevallen, dat we elkaar weer opzoeken en ook ideeën uitwisselen. Creativiteit is al genoemd. Verbanden maken met elkaar om gezamenlijk alle problemen te lijf te gaan. En dat gaat vast lukken. Dat gaat vast lukken. Maar hoe? Ik vind het een hele mooie uitleg. De overheid moet meer verbinden met burgers. Burgers moeten onderling meer verbinden. Maar welke stap moet je dan zetten om dat voor elkaar te krijgen? Nou, burgers onderling. Ik denk dat inderdaad... Ik spreek voor mijn sector. Kunst en cultuur kan heel veel verbinden. Daar werken we heel hard aan. Creativiteit wordt in het onderwijs gepromoot. Dat we creatieve burgers hebben die ook nieuwsgierig zijn naar elkaar. Die zich willen verbinden. Ja. En de overheid werd ook genoemd, zou ook toegankelijker kunnen zijn. Een minder grote vesting, letterlijk. Een plek die uitnodigend is. Ook op internet. Dat de website ook wat interactiever is. En wat met meer filmpjes en ook wat meer zichtbaar maakt wat burgers met elkaar doen in bijvoorbeeld burgerinitiatieven. Ja, nou duidelijk. Heel erg bedankt voor je bijdrage. Ja, ik leg hem weer op tafel. Meer creativiteit in het onderwijs. De overheid moet meer best doen om met filmpjes zichtbaarder te zijn. Of meer hun best doen om te communiceren. Het is nogal wat daarvoor nodig is. Dus wat moet je daarvoor durven doen? Nou, of ik denk even daar gelijk op in. Ik denk ook op plekken komen waar je niet altijd komt. Hè? Of op basis van loting hebben we al gezien. Dat je dan ook de onverwachte gesprekken krijgt. Dus ik denk filmpjes zeker. Maar er zijn ook nog zoveel plekken waar wij als overheid niet standaard komen. He, en waar je op een andere manier kan komen door middel van kunst of een briefje of een filmpje. Dus ik denk dat dat wel een opdracht is ook aan ons als overheid. Om die plekken ook te zoeken om de unusual suspects, zoals het zo mooi wordt genoemd, ook aan te haken. Erik, jij knikt. Je bent het eens met Gerbke? Ja, we zijn in Zeewolde bezig om met wijkwethouderschap te beginnen. Daar zijn we net mee begonnen. En dat moeten we ook goed gaan terugkoppelen naar de wijk. En niet zo van de losse stoeptegel, maar echt van hoe kunnen we de wijk beter maken? Dat komt dan vanuit de mensen. Maar dan moeten we dat wel terugkoppelen, hoe we dat kunnen doen, hoe we mensen kunnen aanhaken. En dat is even voor ons een leuke zoektocht om te kijken hoe we dat kunnen gaan doen. En daar hebben inwoners ook alweer ideeën over. Dus kun je even toelichten voor mensen die Zeewolde niet zo heel goed kennen. Wat is dat wijkwethouderschap dan? Nou, we hebben Hoe is dat anders? Je bent normaal wethouder van een portefeuille. En daar ga je dus over. Maar we willen ook dat elke wethouder gekoppeld is aan een wijk. Dat die weet wat er leeft, wat er gebeurt. En dat je gewoon kan zeggen, nou, deze wijk heeft dit nodig. En dat is een andere vraag dan een andere wijk. Want we hebben nieuwe wijken met nieuwe mensen die uit heel Nederland naar ons toe komen. En we hebben de oudere wijken. Dus dat vraagt soms andere benadering. Ja. Ja. Spreekt dit wijkwethouderschap jullie ook aan? Ik kijk zomaar even wat mensen aan. Zou je er enthousiast van worden, Kobi? Nee, ik heb eerder al aangegeven dat ik juist ook voor die kleinere gemeenschappen ben. Dat je daar ook, zeg maar, de energie in kan krijgen. En wat dat betreft, ik woon zelf in het buitengebied, dus wij krijgen waarschijnlijk geen wijkwethouderschap. In het buitengebied hebben we ook een wijkwethouderschap. Okay. Ja. Maar goed, dat is ook een wijk, gelukkig. Nou ja, dan moet Dronten dat maar gaan adopteren, zou ik zeggen. Dus dat zou heel prettig zijn. Hallo mensen uit de gemeente Dronten. Zijn jullie daar toevallig? Ja? Ja, nou, inderdaad. Kan daar een microfoon misschien heen? Want ik ben natuurlijk super nieuwsgierig nu hoe Dronten
hierover denkt. Ik wilde wel, zeg maar, in Dronten is heel vaak geprobeerd ook, hè, met wijkschouwen en dat soort dingen. Om te kijken hoe krijgen we nu de signalen uit de wijken goed verder. Ja. Hè, dus, en dan kom je natuurlijk toch heel vaak op de kwaliteit van het groen. De achterpaden, speelgelegenheid. Je ziet eigenlijk dat in de nieuwe, rijkere wijken de kwaliteit van het openbaar gebied echt hoger ligt als de armere, goedkopere wijken. Vind ik zelf altijd nog een schande. Maar dat kun je zelf ook zien. Als je over achterpaden loopt, zie je heel veel. Dat is echt aan te raden als je echt eens zou willen weten. En waar wij het net ook over hadden, is dat je ziet dat heel veel mensen die een burgerinitiatief hebben, dat die heel veel moeite hebben om op een goede manier binnen te komen. Bij bijvoorbeeld de gemeente. En dat ze heel erg op zoek zijn naar mensen van, wil jij dat niet voor me doen? En als ze binnenkomen bij de gemeente, zie je ook soms dat het ingewikkeld gemaakt wordt. Hè? Dat voorbeeld voor die speelgelegenheid voor jongeren. Mm-hmm. Dan denk ik van, als er nou een initiatief is van jongeren en je wil ze leren hoe democratie werkt, dan is het zo mooi dat je succes hebt. Maar als je dan voor jongeren een hele hoop vragen hebt en het is over 4 jaar pas verder, dan hebben ze die leeftijd niet meer. Dus dan heb je de volgende generatie jongeren al. Dus ja. En dat moet je ook realiseren. En als je dan allemaal vragen stelt over hoe gaat het dan over 15 jaar, dan ben je ze ook kwijt. Dus soms moet je ook wel denken, het is heel mooi dat er een initiatief is, maar kan ik het dicht bij de mensen organiseren? En mis je in kleine stapjes die in de toekomst beter worden, maar dat er gelijk al een succes is. En dan krijg je ook dat heel veel mensen mee willen doen. Maar ja, die willen niet al die bureaucratie eromheen hebben, want dan haken ze af. Mooie aanvulling. Misschien inderdaad wel een oplossing, of niet? Ik ben heel blij met deze aanvulling ook. Want juist dat is ook datgene wat ik zelf, zeg maar, ook bij mijn burgerinitiatieven ook vaak mis. Is je moet het zelf het wiel uitvinden. Ja. En ja, waar beland je dan? En de prioritering, zeg maar, die je zelf hebt voor je initiatief, wordt niet zo gevoeld bij de overheid. Terwijl, en daar gaat het ook om een stukje snelheid en het resultaat wat ook benoemd wordt. Van, ja, dan, als je ziet dat het resultaat is, dan blijf je ook enthousiast. Ja, precies. Dus meer snelheid, overheid. Mag ik er nog heel even kort op reageren? Want, ja? Het is op zich, snap ik dat je zegt van, hè, dat moet laagdrempelig. En in ieder geval moeten we het enthousiasme houden om voor mensen om te blijven komen met initiatieven. Maar als we alle initiatieven die langskomen, maar gewoon allemaal uitvoeren omdat iedereen zo enthousiast is, dan denk ik dat je met sommige initiatieven aan de slag gaat die eigenlijk helemaal niet per se een heel groot draagvlak hoeven te hebben. Dus het is ook niet zo dat ieder initiatief, zeg maar, met de rode loper het gemeentehuis binnengerold moet worden om maar uit te voeren, omdat toevallig die groep dat een goed idee is. En er werd net ook al gezegd dat er meer criteria moeten komen. Ja, maar er zijn ook afwegingen. Je maakt daarin verschillende afwegingen. En als je dus een initiatief alsnog niet doet, of wel, overigens ook, dan is het gewoon ook belangrijk om aan te geven waarom dat het geval is. Zodat in ieder geval er wel duidelijk is dat je het serieus hebt overwogen. Nou ja, en of het licht hebt bevonden of het wel gaat uitvoeren. Ja, nou, mooie aanvulling. Ik ga even verder, want Mag ik een aanvulling daarop misschien deze suggereren? Want hier staat namelijk ook, tijdelijkheid is prima. En dat vind ik wel een hele mooie. Voor een burgerinitiatief is het misschien helemaal niet erg als die maar 5 jaar bestaat. Ja. En burgers daar 5 jaar dol enthousiast over zijn geworden. En ook het gevoel hebben gehad dat ze invloed hadden. Ja. En na 5 jaar gaat misschien weer iets anders. En natuurlijk niet iets wat 500.000 kost, dat snap ik ook. Nou, over het algemeen zijn burgerinitiatieven zo goedkoop. Nou, deze toevallig niet. Oké, we gaan even verder. Want deze ook wel heel hebben mooi. Nog veel meer input. Oké, we moeten meer doen, meer knopen doorhakken. Tijdelijkheid is prima en hou rekening met de openbare ruimte. Met elkaar praten in plaats van tegen elkaar. Ogen, oren en helpende handen in de samenleving om ideeën verder te brengen, dat is een katalysator. Een heel interessante. Maar waar ik eigenlijk heel nieuwsgierig naar ben, is adaptief klooien.
Oftewel weten wat er speelt en ruimte en spelregels meegeven. Dat is een beetje waar jij op aan. Maar dat adaptief klooien, weer zo'n geweldige woordkeuze. Wie heeft dat opgeschreven? Jullie daar? Nee? Niet? Hadden jullie het maar. Wie durfde daar? En dan zie ik een vinger. Mag daar een klein beetje zaallicht naartoe? Zou je willen gaan staan, alsjeblieft? Want ik kan je helemaal niet zien. Oh, diepe zucht. Je gaat ervoor. Waarom moeten wij adaptief klooien? Wie ben jij? Ik ben Ivar van der Most van City Marketing Almere. Ja? En ik wou mij teruggeven, want ik wil jullie uitdagen om adaptief te klooien. En wat is dat? Adaptief klooien, dat is dat je zelf gaat bedenken wat je kan gaan doen, dat je ruimte krijgt. Mag die iets verder weg? Ik hoor mezelf echo, dat is heel irritant in mijn hoofd. Dat je de ruimte geeft in de wijken of waar je ook woont, waar alles fout mag gaan, waar je alles mag proberen. Waar je zegt, de ene keer is het een shirt-boe-baan en de volgende keer is het een crossbaan, de volgende keer is het een hele mooie picknicktafel en ga je gang. Dus geen regels, gewoon dingen doen. Meer. En aan jullie nog steeds de uitdaging van, alsjeblieft, ga dan die verkloten. Meer doen. Nou, wie wil daarop reageren, op dat additief klooien? Wordt Zeewolde daar warm van? ik vind het wel interessant om over na te denken. Ja? Ja. Ja? Ja. En, waarom? Waarom vind je dat interessant? Kijk, als je dingen gaat proberen, dan moet je... Een pilot kan nooit mislukken. Want daar is de pilot voor. Dus soms moet je dingen gewoon proberen. Ja. Ja. En aan deze kant van de tafel? Soms kan je van de dingen waar iemand anders adaptief geklooid heeft leren. Ja. En bijvoorbeeld starten wel met het aanleggen van een riool bijvoorbeeld in een wijk. Of om wat te noemen. Dus, ja, sommigen herkennen dat, ja. Het is, adaptief klooien is leuk, maar ik denk dat het wel betaalbaar moet blijven, laat ik het zo zeggen. Want we betalen natuurlijk wel met z'n allen, hè, ook als we het in Zeewolde doen. En ja, iemand... Het moet niet vrijblijvend zijn, laat ik het zo zeggen. Oké. Okay. Ja, maar op zich, volgens mij is adaptief, dat is juist nooit vrijblijvend. Wat het kenmerk van adaptief is dat je de hele tijd kijkt hoe het gaat. En je past het aan en daarmee verbeter je het. En ik denk juist op het moment dat je dicht bij burgers staat, is het heel goed om adaptief te worden. En ja. dat klooien, daar word ik iets minder enthousiast van. Ik vind het heerlijk in mijn privéleven, maar ik denk in de openbare ruimte moet je niet te veel klooien. Maar dat adaptieve zou ik zeker willen ondersteunen. Ja, mooi. Ik kijk even naar de tijd en ik zie nog een paar vliegtuigjes. Less is more. Prikkel en bemoeienis, zie ik. Less is more en dan plus plus. Prikkel min min, bemoeienis. Snap ik niet helemaal. Meer prikkelen, minder bemoeien, denk ik. Meer prikkelen, minder bemoeien, dat denk jij. Ik. Ja. Ik ga heel even verder zorgen voor een flexibele aanpak. Vragen stuurt. Mooi. En collectiever durven leven plus een overheid die dat stimuleert. Oftewel een moderne opbouwing. Maar deze cryptische bewaar ik voor het laatst. Wie zou deze willen toelichten? Less is more. Plus plus prikkel bemoeienis. Wie heeft hem... Zou je willen gaan staan? En er komt een microfoon naar jou toe, want kunnen we je niet verstaan. Wie ben jij? Ik ben Jeannie van den Bosch, ik ben van de provincie Flevoland. En we hadden eigenlijk twee invalshoeken. De ene invalshoek was van niet mee bemoeien. Gewoon laten mensen het zelf doen. Ze kunnen heel veel mensen heel veel dingen zelf. En de andere was van ja, maar er zijn, niet iedereen is even assertief en even makkelijk. Dus je zou als overheid misschien een steuntje moeten geven. En dan verder niet regels, niet allemaal inperken. Niet mee bemoeien in hoe het moet. Maar wel dat aanjagen, die prikkel geven, dat mensen werkelijk aan de slag gaan. Dat je ze dus echt ondersteunend. Ja. Ja, mooi. Dus je moet als overheid ondersteunen, maar ook weer niet te veel controledrift hebben. Is er iemand die hier daarop wil reageren? Nou, ik wil er wel kort op reageren. Ik denk dat we ook niet moeten onderschatten wat mensen gewoon allemaal zelf kunnen.
Mensen draaien huishoudens, runnen bedrijven, voeden kinderen op, noem maar op. En wij onderschatten vaak, en dan gaan we betuttelen met heel veel regeltjes. Ik denk de basisregels moeten er zijn. We hebben gewoon wetten en regelgeving. Maar ik vind echt wel de ruimte om te experimenteren is cruciaal. En het vertrouwen om het zelf te doen, daar ontstaan vaak hele mooie dingen. Niet omdat wij ze aan een tafel hebben bedacht, maar wel omdat ze die aanjagende functie kunnen vormgeven. Ja, geef mensen de ruimte. Oké, gezien de tijd ga ik nog even, want dat heb ik ze beloofd, nog een keer terug naar de jongere fractie. Want jullie hebben ook nog een belangrijke vraag aan de tafelgasten. Daarbij heb ik een vraag wat ook aan de tafel ook is besproken hier zo net. Nou, in de context van voortdurende technologische veranderingen, klimaatverandering is ook genoemd, en ook demografische veranderingen, we zijn aan het vergrijzen, is het dus van belang dat wij een veerkrachtige samenleving hebben, maar ook een duurzame samenleving. En daarbij is dus mijn vraag: hoe zorgen wij ervoor dat wij een duurzame, maar ook veerkrachtige samenleving hebben voor in de toekomst, niet alleen voor onze generatie, maar ook voor de generaties die zullen volgen in Flevoland? Wauw, wat een vraag leg je nog eventjes neer in onze beste tafel. Ik vind het een supergoede vraag, maar ja, kun je daar een antwoord op verzinnen? Hoe doen we dat? Volgens mij zijn we er al een beetje mee begonnen door nu naar 2050 te kijken. Ja. En hoe verder we weg gaan kijken, hoe beter we dat kunnen invullen. Als wij alleen maar voor over 3 jaar de herverkiezing gaan bezig gaan houden, dan gaan we er niet komen. Dus we hebben volgens mij vergezicht nodig. Een langetermijn visie eigenlijk. Ja. En Arjen? We hebben een vergezicht nodig. En dan, als ik een heel klein beetje reclame mag maken, collega's van mij in Wageningen hebben het vergezicht Nederland 2120 gemaakt. Dus 100 jaar verder kijken van hoe ziet Nederland er dan uit na klimaatverandering. Het is een schitterend vergezicht. Wat daarna nodig is, is wat we de komende 3 jaar gaan doen. Hoe gaan we de stikstofproblematiek oplossen? Er moeten besluiten genomen worden. Hoe gaan we zorgen voor meer duurzame energie? Hoe gaan we zorgen voor minder transport? Er moeten besluiten genomen worden. En ik denk dat daar... Ja, ik ben een groot voorstander van burgerinitiatief, maar ik ben ook een groot voorstander van overheden. En ik denk wat dat betreft ook de provincie Flevoland. En de gemeentes doen ongetwijfeld fantastisch werk. Maar we moeten ook aan de bak met z'n allen. En we moeten echt ook iets durven wat dat betreft. Ja, en die visie, is die al gedeeld? Of is het, zit die in een bureaulijn Wageningen? Of? Die visie die is wijd gedeeld en die komt morgen door Remco Kranendonk. Wordt die toegelicht voor Flevoland. Nou. En ik zat geen reclame voor Remco te maken. Maar het laat echt zien van wat vereist de verandering, de klimaatverandering en biodiversiteitsverandering. Wat vereist dat eigenlijk als we nou 100 jaar kijken, hoe ziet dat eruit? We hadden het er net even over, in Zeewolde is er een gebied wat volgens mij 2 meter gaat inklinken. En er zijn, als ik het goed begreep, plannen om daar woningbouw te gaan doen. Dat is misschien niet heel slim. Nee. En op zo'n manier kan je kijken naar 2120, maar wel nu de maatregelen nemen die nodig zijn om te voorkomen dat het fout gaat in 2020. Ja, ik vind het een mooie afsluiting. Ik wilde toch nog eventjes, omdat de provincie aan tafel zit. Jij vertegenwoordigt eventjes in 1 persoon de provincie als gedeputeerde. Gepke, ik ben wel benieuwd hoe jij nu even terugkijkt op deze discussie over hoe we nou beter gaan samenleven in 2050. Ja, dan vraag je me wat. Ik weet niet hoeveel tijd we nog hebben, 0 minuten. Maar kijk, ik ben heel blij dat dit soort gesprekken er zijn. Vanuit de provincie, maar ook vanuit de gemeente en het waterschap niet te vergeten, hebben we best wel een hele bijzondere samenwerking over hoe we Flevoland in 2050 of 2120 gaan vormgeven. Dat vraagt echt wel om lef. En dat vraagt echt wel om verder te kijken. Ook naar de 3 jaar, maar ik denk ook naar de toekomst. En ook wat dat vraagt van de jongeren van ons. Dus ik hoor heel veel mooie dingen. Verbinding, wat belangrijk is. Het vertrouwen ook in de mensen die hier wonen en bezig zijn. En ontwikkelingen vormgeven. Ik hoor ook nog wel vragen. Waarom doen we, ik heb die zelf, maar in ieder geval, waarom doen we dit nu? Wat lossen we nou eigenlijk op? Want we hebben het gehad over lage opkomst bij de verkiezingen.
Maar lossen we dat dan op met participatie? Nou, dat weet ik niet. Misschien lossen we weer iets anders op. Dus ik denk wat ik het mooie vind, en ik hoop dat er nog veel van dit soort gesprekken zijn, en ik denk een fantastisch initiatief, dat we dit ook gewoon op tafel durven leggen. De dilemma's die we tegenkomen, de vraagstukken die we tegenkomen. En dat gaat niet vanzelf. En er zijn genoeg uitdagingen en crisissen die we het hoofd mogen en moeten bieden. En ik denk dat dit soort, ook wij weer als verbinding, hè, dat helpt. Dat is dus ook een wij verbinding. Moeten het ook, ja, dit is ook een verbinding. Dus dat is even namens de provincie. Kijk ik even naar de commissaris of ik dat goed heb vertegenwoordigd. Hij mag zo. Ja. Ja, nee, dat weet ik. Maar dat is in ieder geval waar ik ook wel weer heel blij van word. Gelukkig. Dus ja. Nou, daar rond ik het mee af. Ja, prachtig afgerond inderdaad. Ook gezien de tijd moeten we deze avond alweer afsluiten. We hebben het gehad over democratie en over samenleving. Ik hoop dat we daar met z'n allen wat prikkelende ideeën over hebben verzameld. En in ieder geval die eerste stap hebben gezet naar wat we op dat gebied moeten durven doen. Morgen gaat dit gesprek verder, maar dan over andere thema's. Dan gaan we het hebben over water en natuur en over energie en wonen. Dus we gaan meer over ruimtelijke ordening, zou je kunnen zeggen, nadenken. Het is bijna tijd om deze avond feestelijk af te sluiten met een borrel. Maar niet voordat ik nog één iemand, en dat ben niet ik, want ik ga niet het laatste woord hebben. Maar die iemand die krijgt de eer om het slotwoord te verzorgen. En dat slotwoord voor deze avond is voor de commissaris van de Koning van Flevoland. Geef hem nog een hartelijk welkom, Leen Verbeek. En je krijgt een muziekje. Ja. Nou, dat was hard werken vanavond, of niet? Zoals ik het ervaren heb, en ik denk dat u dat wel met me deelt, het is ook leuk om hiermee bezig te zijn. Dus we hebben natuurlijk moeilijke problemen besproken, maar het is ook leuk en motiverend om ermee bezig te zijn. Op heel veel andere plekken waar ik ook meedoe aan het nadenken van hoe moet nou de democratie zich ontwikkelen, wordt ook steeds vaker gezegd, en dat zie ik hier ook wel gebeuren, dat alle voorbeelden die genoemd zijn, waar we over praten, waar we over nadenken, laten wel zien dat democratie is heel hard werken. Het is niet een statisch gegeven, zo is het ingericht en dan werkt het. Maar je ziet al die agendapunten, al die onderwerpen voorbij komen. Het is gewoon heel hard werken. Niet alleen voor de overheid, maar ook voor jullie allemaal in de rol waarin je zit. Als je een samenleving wilt ontwikkelen zoals we hier hoopvol en misschien idealistisch bespreken van waar willen we naartoe, 2050. Ik denk dat ik ben zelf dan 97. Dan moet ik nog maar eens terugkomen om te kijken wat er van geworden is. Maar het is ook gewoon leuk om eraan te werken. Dus laten we onszelf vooral ook niet in de put praten met de problemen die er wel degelijk zijn. Maar het is wel de mouwen opstropen. Iedereen in zijn eigen rol, in zijn eigen vakgebied, in zijn eigen burger zijn. Want ik ben zelf niet zo van de burger en de overheid. Wij zijn eigenlijk met z'n allen overheid. Ieder in zijn eigen rol. Want we zijn met z'n allen bezig onze samenleving vorm te geven. En je kunt de problemen niet oplossen door te jijbakken dat je vindt dat iemand anders iets nagelaten heeft als je zelf niet aan tafel meegedaan heeft. Dat hebben we hier vanavond zitten doen. Daar wil ik u ook allemaal hartelijk voor bedanken. We hebben pas 50% achter de rug. Morgen de andere helft. Maar ik verwacht daar toch wel een behoorlijke oogst van waar we als provincie en zeker ook straks de nieuwe coalitie weer een voordeel mee kan hebben als ik vanuit de provincie Flevoland redeneer. Dank voor uw aanwezigheid. Blijf nog even hangen voor napraten. Ik heb het in ieder geval zelf, mede namens mijn provincie, zeer gewaardeerd. APPLAUS